Dit is een verhaal van Feline, Jessaira, Valerie en Marit. En het verhaal heet Verjaardag. Een knopje. Voor een knopje. Wat gebeurt er op het eerste plaatje? Feline is jarig. Goed, haar opa en haar opa heeft een cadeautje voor Eveline en de opa komt met de bus. Dat is de bus. En toen? Vertel maar. Toen ging Eveline naar de kasten en ging ze lekker spelen. En goed. En toen? Wat ging ze toen doen? Ze ging drinken en? Eten. Eveline heeft haar ijs laten vallen. En toen was ze heel erg? Verdrietig. Hoe kan je dat einde! Zien?